Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Weer terug met een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op oude video's van mij. Video's van het begin eigenlijk dat ik YouTube deed. En van recentere video's. En we gaan nu zien naar vlog 1, een nieuwe start. Dat was nog de tijd van de fidget spinners. Met al die meldingen die ik kreeg, is afgelopen. Dus ja. Dus ja, ik. Wat ik wou zeggen was. Nice. Ik ben weer terug begonnen met vloggen. Ik had een tijdje gestopt. Omdat ik veel te veel problemen had thuis. Ik ga daarvoor ook naar een psycholoog. Ik heb ook daarvan gezien. Ja. Dan gaan we een beetje verder. Komt de video met daar kan ik van 7 maanden geleden. Ik zet ook op Insta vragen, alleen posten vragen op Facebook zet ik ook. En zeker hier beneden wat vragen stellen. Van, ja. Gewoon random vragen. Oké, dat was een rare video. Nu gaan we testen. Deze test nummer 3. Ja. Is iets gezond, low calories. Dat vond ik wel raar, die video. Wat vind ik van haar? Ik heb aan iemand via WhatsApp de vraag gesteld van heb je vragen voor een nieuwe ijskal te doen? Die persoon waarmee ik die WhatsApp heb gestuurd is Priscilla. Jullie hebben al gezien dat hij reageert zonder mijn video's. Het is eigenlijk een vriendin vanuit Nederland. Ik ken Priscilla al een heel tijdje. Dat is een vraag, twee vragen. Ja. Wat vind je van Priscilla? Wat ik van Priscilla vind, dit is een spontaan meisje, een lief meisje. Ze weet wat ze wil in het leven. En, ja,
ja. Fangroep van Unagis. Dat was toen nog de tijd van de fangroep van Unagis. En die video is niet... Dit was de video. Vond je deze video tof? Ga dan zeker liken, reageren en abonneren. En zoals ik altijd zeg, ja, joe. Ja, joe.